Doei, tot zo. Zeg het niet graag, maar kleine meisjes worden snel groot. Ik loop er toch maar even achterna. Daar loopt ze. Goed, netjes op de stoep. We gaan zo weer terug naar huis. Kom. Je bent nog maar 2, bijna 3. Oh, waar is Lucilla nou? Wat wil je gaan doen? Ik wil picknicken. Wij zijn er? Wij zijn familievloggers. Leuk dat je weer kijkt. Het is maandagochtend. We zitten ja, en het niet. Pelligaan. Ja, we zitten in Luwans restaurantje. Mama zit daar nog te ontbijten. Eigenlijk is dit niet mijn restaurant, maar dit is mijn restaurant. Oh, maar hij heeft een kaarsje aangestoken. En de pupjes die zijn natuurlijk ook weer wakker. Goedemorgen, Pip. En daar ligt ons voedseltje. Mama, ja, ik ben goed wakker. En nou je mondje open, van dan kan ik kijken of het goed gaat. Nou, Luan heeft weer zijn schoenen aan en zijn jas aan. En Luan gaat op de fiets weer naar school. Hé, Lu? Hé, Lu, ga je weer op de fiets naar school? Ja. Nou, fijne schooldag. Ja. Doei. We hebben de pupjes uitlaten. Kom maar, Piet. Lekker uitlaten. Kom maar. Kom maar. Dag, mijn hondje. Nou, een mooie zonsophang, Woeslepet. Hij zit aan zijn pootje mogen als hij blaast. Nou, lekker de hondjes uitgelaten. En nu Luan naar school brengen. Ga op zijn fiets naar school. Veel plezier, jongen. Tot straks, hè. Doei, doei. Fijne school, hè. Doei. En even boodschapjes aan. We beginnen met de kleurtjes van de regenboog. Mandarijnen, sla, tomaten, komkommers. Snoeptomaatjes, de gezonde groentjes en fruit heb ik binnen voor 14 euro. Met de volle car drink ik nog even mijn bakje cappuccino leeg. En terug, nou we zijn er weer. Kijk, een lekker zonnetje. Ah. Daar is papa weer. De SV-man met uw boodschapjes. Met de boodschappen. Nou, ja, nog kijk, en brood. Jongens, kijk nou, dit is zo schattig. Lucilla heeft haar jas aangedaan, haar tas gepakt en haar pop gepakt. En ze gaat nu zelf even op pad. Kijk, daar is ze. Ze krijgt alleen het hekje niet zo open, denk ik. Wat ben je maar aan het doen, Lucilla? Mom, ja. Ik ga weg. Wat ben je weg? Mom. Ja, wat ben je kwijt? Een sleutel. Ben je een sleutel kwijt? Net als mama. Mama is ook altijd een sleutel kwijt. Volgens mij zit hij in je zak. Ik hoorde je iets in je zak. Nee. Oh-oh. Oh-oh, en nu? Oh, hier. Kijk eens. Er zit je muts. Nou, alsjeblieft. Waar ga je naartoe dan? Ik wil niet maar zeggen. Oh, dat wil je niet zeggen. Oké. Hé, Woesje. Wat gaat Lucilla doen? Wat gaat Lucilla nou doen dan? Oh, ga je niet naar school? Nee. Ga je boodschapjes doen? Ja. Oh, oké. Okay. Neem je dan ook de melk mee? Ja. Oké. Okay. Doeg. Wat gaat Lucilla nou doen? Wat gaat Lucilla nou doen? Ja. Ze schuift de popjes en de tas onderdoor. Ze kan er niet. Kan je het hekje niet open krijgen? Moet mama even helpen. Kijk. Zo.
Oh, je banaan. Kijk eens, had je ook nog een banaan meegenomen? Van onderweg? Ja. Oké. Okay. Maar dat heb ik niet in mijn tas. Past die in je tas? Misschien past die in je zak? Van je jas? Nee. Ik wil jouw tas hebben. Wil je mijn tas hebben? Ja. Is die groter? Ja. Heb je je schoenen zelf aangedaan? Ja. Goed hoor. Heel knap van jou. Wil je zo'n tas hebben? Ja. Zo'n grote tas? Gaat daar alles in? Ja. Oké. Okay. Oh ja. De banaan in de tas. Ja, heel groot. Ja, een hele grote banaan. Sleutels in de tas. Ja, niet in je muts doen meer, hè? Nee. En jouw tas in de tas? Oh, die hou je vast. Oké. Okay. Boodschap ze doen dan, hè? Ja. Tot straks, hè? Ben je op tijd thuis? Ja. Doei. Doei. Ze denkt dus echt eventjes alleen boodschappen te gaan doen. Hey, niet open. Nee, het is niet open. De sleutel hebben. Even de sleutel zoeken. Waar had je die ook alweer gedaan? Jouw tas. Mijn tas. Oh, daar word je moe van, hè? Ja. Een grote mama spelen. Gelukkig ben je nog niet echt een grote mama, hè? Nee. Kijk eens, kind zijn is veel leuker, hoor. Oh. Oh, wat is er? Een nieuw knopje. Dit is niet de autosleutel, hè? Nee. Dat is de fietssleutel. De andere hebben. Moet je de andere zijn? Hé, hey, Lucilla, kom eens. Ik kan toch nog niet alleen boodschappjes gaan doen? Hé. Hey. Mam. Ja? Ik kom niet thuis. Ze komt wel thuis. Ach, schatje toch. Je bent ook zo'n groot meisje. Hé, hey, schatje. We gaan toch nog niet alleen boodschapjes doen? Moet ik de andere pakken? Nee, schatje. Liefie, we gaan nou niet met de auto weg. Je kunt nou niet zelf alleen gaan rijden, schatje. Je hebt nog geen rijbewijs. Moet je eerst 18 worden? Mam. Maar je moet eerst nog 3 worden. Mam. Ja? Mijn auto doen. Jouw auto? Ja. Maar je hebt toch nog geen auto? Nee, een kleine auto. Een kleine auto? Mam. Ja. De autotuin. In de tuin, in de achtertuin? Ja. Die auto van Luan? Die van mij. Van jou? Welke auto? Een 6 of 4 op. Oh, die prinsessenauto. Ja, 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 die staat ergens in de schuur, ja. Ja. Wil je daarop spelen? Ja. Nou, ga mama die even zoeken. Goed? Kom je dan mee naar binnen? Nee. Ah, oh. Pippeke. Nou jongens, gelukkig, ze komt weer thuis. Nou, daar is ze weer hoor. Ah. Ja, je hebt ook je schoenen aan. En ook heel goed gedaan, zie ik. Links aan rechts en rechts aan links. Nou, we gaan even in de schuur kijken. Kijken of dat autootje van haar hier staat. Nou ja, de schuur ziet er zo uit op het moment. En ik heb trouwens werkelijk geen idee waar dat autootje is, Sil. Dat moet hier ergens onder liggen, maar waar is de vraag? Ik heb hier wel een poppenwagen. Oh. Oh, je kunt wel een stukje gaan wandelen met je pop. Ja, wil je dat dan? Ja, kijk eens. Dat is een goed idee, hè? Nou, en waar dan dat autootje van haar mag wezen? Ah, ik heb hem. Kijk. Oh, oh, oh. Deze bedoelt ze. Haar Sophia-auto, zei ze. Waar is mijn Sophia-auto? Maar we hebben hem. Nou, dan kan ze daarmee zelf even gaan spelen. In plaats van met de echte auto. Dat lijkt me nog niet zo echt een handig idee. Sil. Kijk eens. Oh. Je auto. En onze achtertuin is geen zon op het moment zoals je ziet. En onze voortuin wel. Dus we gaan lekker buiten even het neerzetten. Ja. Kom maar. Nou, daar gaat ze dan. Kijk, en wel op de stoep blijven dan, hè? Ja. Goed zo. Nou, ik zet hier ook je auto neer. Ja. Oké. Okay. Nee, daar heb je geen handen voor, hè? Nou, doe je eerst even met de pop wandelen. En dan ga je daarna met de auto weg. Goed? Okay. Doei. Mama? Ja? Het zal mama gewoon even het hekje open doen dan? Ja. Zo. Mama, nou. Ik wil niet wandelen. Nee? Wat ga je dan doen? Ik ga dan piepen. Ik ga naar de auto. Ja? Doei!
Ja? Ik lach niet, schatje. Ik lach niet. Kunnen we eigenlijk een auto? Nee, Lucilla. We gaan niet met de grote mensen auto spelen. Nee. Of lopen. Ja, ga maar gewoon lekker een rondje wandelen. Doei, tot zo. Op tijd thuis zijn, hè, voor de lunch. Zeg het niet graag, maar kleine meisjes worden snel groot. Vooral meisjes heb ik het idee. Lucilla is serieus heel ver weggelopen, dus ik heb even een jasje aangedaan. Ik loop er toch maar even achterna. Want ze gaat echt wandelen, dus ik moet echt wel in de gaten gaan houden. Ze gaat echt even wandelen. Kijk, daar loopt ze. Daar loopt ze. Ik ben benieuwd waar ze heen loopt. Ik achtervolg haar een soort van. Ze weet niet dat ik hier loop. Maar ze is heel overtuigd aan het wandelen. Mag ik niet weglopen? Oh, ik ben ook aan het wandelen. Was je hier ook aan het wandelen? Oké, nou gaan we verder wandelen. Ja. Dat zullen ze, Lucilla. Je kent de weg goed hoor. Hé, hey, hartstikke goed. Netjes op de stoep. Keurig. Waar ga je nou heen? Ja? Ja. Ja, Lucilla. Lucilla. Als we zo gaan lopen, gaan we weer terug naar huis. Nee. Hé. Hey. Nee. We gaan zo weer terug naar huis. Kom. Nee. Ja. Nee. Ja. Kom maar met me achterna. Kom maar. Je kunt niet zelf zo helemaal alleen gaan wandelen, liefie. Je bent nog maar 2, bijna 3. Nee? Dan ga je met mama mee naar huis, oké? Okay? Nee! Oh, shit. Kom, we gaan die kant op, schatje. Ja, mama is de baas. Kom op, die kant op. Hier, door het zonnetje. Naar huis. Kom op. 1, 2, 3. Lucilla, hé, hey, meisje toch. Ze vindt het niet leuk dat ze weer naar huis moet. Hé, Lucilla. Hé, hé. Hé, hey, stil eens even. Hé, hey, schatje. Je hoeft toch nog helemaal niet alleen te gaan wandelen? Je bent toch nog niet echt een grote mama? Je mag het wel spelen. Nee. Hey, maar stil, luister eens. Als je zo helemaal wegloopt, dan weet mama niet waar jij bent. En dan kijk je en denk, waar is Lucilla nou? En dan mama overal zoeken. Oh, waar is Lucilla nou? Mama huilen. Hey, je kunt niet zomaar weglopen, hè? Nee, snap je dat? Snap je dat, schatje? Nee, waarschijnlijk niet. Maar goed. Kom maar, we gaan weer lekker naar huis. Het is toch wat met meisjes. Nou, serieus. Dit heeft Luan nog nooit gedaan toen hij klein was. Het is echt zo'n meisjesdingetje, denk ik. Ik weet niet of moeders zijn die dit herkennen. Laat weten onder de video. Als je dit herkent, dat je dochter ook alleen op pad wil. Dat ze zo er vandoor gaat. Net zo. Nou, gaan we weer lekker thuis spelen, hè? Ja. Wat wil je gaan doen? Ik wil picknicken. Wil je picknicken? Met je baby? Ja. Oh, liefie toch. Dat is wel heel lief van jou, hoor. Hé, hey, super lief van jou. En uiteindelijk is ze weer lekker veilig thuis in het spelen. Kijk, daar gaat ze. Leon op te halen, jongens. En het is zo lekker weer buiten dat Daan en ik zoiets van kom, we gaan lekker wandelen. Dus we willen gaan wandelen, maar Lucilla is in slaap gevallen op de bank. Dus ze ligt hier nou lekker in haar kinderwagen. En dan gaan we lekker wandelend. Kijk, hier ligt ze. Even lekker wandelend Luan ophalen. Want het is een prachtige dag zoals jullie vandaag zien. En wij halen lekker wandelend onze Luan op. Met de pupjes. Hey, pupjes, oh, handig aan de kinderwagen. En slapen met Lucilla. Nou, even lekker wandelingetje maken. En we zijn weer bijna thuis. Dat is een boerse schapen. Dat is een kilo. Nee, de pupjes die brengen Lucilla thuis. Wat zullen we met haar? Ja, dat is een beetje.
En Luan is helemaal weer op de fiets naar huis. Goed jongen. Wij zijn weer thuis van Luan ophalen. Ja. Kijk, daar is hij weer. Hallo jongens, leuk op school? Was dat leuk? Lucilla die zit hier lekker een soepstengel met kaas te eten. Wij gaan, wat gaan we weer doen, Luan? Just Dance gaan we weer doen. Just Dance. We gaan weer even een dansje wagen, jongens. Ja! Wat is er nou? Ik ben ster. Hartstikke leuk. Zie je dat, Lucilla? Hé, hey, zie je dat? Geen goed, jongen. Nog eentje doen? Ja. Ja. Maar dan hetzelfde liedje. Daar dansten we, jongens. Doe maar na, Sil. Nee, dat mag niet zeggen. Kom nu, nadoen met je armen. Oh, ik heb een klein beetje. Oh, dit is langer, Mike. Goed zo, Lucilla. We hebben het goed gedaan. Nu dan ook. Goed, jongens. Dat ziet er leuk uit, hè? Zijn jullie goed, jongens? Ja, ik heb twee. Zo. Leuk, hè? Hey, leuk voor Lucilla. High five. Goed zo. Goed gedaan. Ze kunnen er geen genoeg van krijgen. Dus we gaan er nog eentje doen. Ze staan er alweer klaar voor. Dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Kijk eens wat schattig. Heel goed gedaan, jongens. Ja, we hebben de ster. Kijk. Goed zo. Als jullie trouwens afvragen waarom ze op de tafel dansen. Nou, je hebt zeg maar bij die PlayStation heb je hier zo'n oog, deze. En die kunnen we of daar neerzetten, of daar neerzetten. En hier staat hij te laag, dan zien ze ze niet, die sensor. En hier staat hij zeg maar net even iets te hoog. Vandaar dat we dus die tafel erin hebben gezet. Deze tafel, mooi podium. Zodat ze mee kunnen dansen en dat ze ook gezien worden door die camera. Nou, kinderen, zijn we uitgedanst voor vandaag? Nee. Maar mama gaat toch echt beginnen met avondeten, jongens? Dan doen we het al donker buiten. En dan ga ik eens even beginnen met avondeten, jongens. Wat gaan we eten? Ik denk dat vanavond gewoon even lekker een makkelijk soepje worden. Wordt gewoon even lekker een tomatensoepje of zo. Kijk. Tomatensoep met vermicelli. Even niet al te moeilijk vanavond. Oké, even een soepje maken. En een broodje in de oven. En lekker broodje. We hebben nog een lekker
Oh, die vind ik al zo lekker. Ciabatta. Dus die ga ik even lekker van de oven doen. Wat snoeptomaatjes erbij, wat groenten op tafel, slaatje maken. En dan is het maaltje weer klaar voor vandaag. Goed zo, ik zie het. Knap van jou. De mama hier ook vloggen kijken. Over hier. Die beelden heb ik net voor jullie gemaakt. Mama, wat ga je vanavond maken? Vanavond eten we tomatensoep. Lekker? Lekker. Goed zo. Goed zo. Wat eten we vanavond, mama? We hebben tomatensoep, een broodje in de oven en wat groentjes op tafel. Lekker, lekker, lekker! Vers gemaakt tomatensoep door mama. Vers uit het blik vanavond. Mama. Yes, schatje. Ik wil. Ja? Ik wil. Die, dat. Die? Oh, leg maar. Oh, lekker, lekker. Ja, ik kan het wel hier tussen jullie inzetten. Zo. Nou, we hebben hier wat groenten. En wat brood. Wat lekker. En een lekker soepie, kinderen. Lekker. Dat lusten ze wel. Ja, daar mogen we eten. Nee, doeg.